En CARICOM jeugdambassadeur Georgette Grootvaan is vanaf 1 augustus tot en met 31 juli 2020 de nieuwe deken van de CARICOM jeugdambassadeurs. De deken is de voorzitter van de regionale CARICOM jeugdambassadeursvergaderingen. Dit maakt het Nationaal Informatie Instituut bekend in een persbericht. Suriname is volgens het roulatiesysteem na 18 jaren het land dat het dekenschap binnen de CARICOM jeugdambassadeursprogramma mag bekleden. Grootvaan was in april 2019 voor een periode van 2 jaar door het Nationaal Jeugdparlement gekozen als jeugdambassadeur. Het CARICOM jeugdambassadeursprogramma is een regionaal netwerk dat is voortgevloeid uit een staatshoofdenvergadering om jongeren binnen de CARICOM bewust te maken over onder andere regionale integratie, HIV, AIDS en de CARICOM Single Market and Economy.